Scheidsrechter Bart Wattel uit Seroskerke doet aangifte van mishandeling. Wattel, die gisteren de voetbalwedstrijd tussen Amstelwijk en Heukelum in Dordrecht floot, werd na het geven van een penalty en een rode kaart op de grond getrapt. In een reactie laat Wattel weten dat alles goed ging tot het moment van de penalty voor Heukelum. Door de penalty kwam Heukelum op 2-2 en daardoor promoveert de club naar de tweede klasse. Toen ging het volgens Wattel helemaal mis. Hij moest nog een rode kaart uitdelen en werd daarna door een wisselspeler van Amstelwijk in zijn rug getrapt. Ondertussen gingen de spelers van beide clubs met elkaar op de vuist. Scheidsrechter Bart Wattel liep een gekneusde rib op.